op het moment dat die kinderen effectief vanuit Congo zijn vertrokken naar Vlaanderen, had u wel kunnen weten dat er iets niet klopte? Want als ik nu... En u weet, ik heb daar eens een hele grote reconstructie van gemaakt. Ik verwijs naar die vraag om alle feiten op een rij te zetten. Maar de essentie, meneer de minister, is dat op het ogenblik dat die kinderen uit Congo zijn vertrokken naar Brussel, dat kind en gezin naar daar was gegaan, dat ze Toumaini nog €3.500 extra hebben gegeven om te kunnen blijven opereren. Dat is de eerste keer dat Julien en Pemba en Toumaini van ons extra geld vragen. U wist, meneer de minister, dat op het ogenblik dat die kinderen naar hier zijn gekomen, dat Toumaini en mevrouw en Pemba de ouders, de Vlaamse ouders, maandelijks om honderden euro's vroeg om voor hun adoptiekinderen te kunnen zorgen. Geld dat de Vlaamse kandidaat-adoptieouders hebben betaald en de Waalse niet. En vooral, meneer de minister, op het ogenblik dat dat moratorium in Congo was opgeheven en die kinderen effectief konden vertrekken, heeft de FOD Buitenlandse Zaken klacht ingediend tegen mevrouw en Pemba voor ontvoering van kinderen. Want op dat ogenblik dat die kinderen mochten vertrekken, vonden ze die kinderen niet meer. Dus mevrouw en Pemba had die kinderen verstopt en wou die enkel teruggeven in ruil voor geld. Dus op dat ogenblik is er een klacht neergelegd en dus... We betalen ene keer vanuit de Vlaamse Centrale Adoptieautoriteit. We betalen een tweede keer vanuit de Vlaamse adoptieouders. En wij worden een derde keer om geld gevraagd. Echt effectief, expliciet, in ruil voor die kinderen. En nog zeggen wij, wij wisten van niks. Ja, dat klopt niet, hè. Dat zijn allemaal feiten die zich voordoen voordat die kinderen effectief in Vlaanderen zijn aangekomen. En de vraag is, meneer de minister, waarom hebben die drie feiten opnieuw geen alarmbellen doen rinkelen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.